Het zijn echt de dingen waar andere mensen echt graag bij uit de buurt blijven, zeg maar. Daar gaan wij naartoe. Het moet gewoon gestopt worden. Als we dat niet doen, ja, dan hebben we de poppen aan het dansen. Dagelijks rijden er heel veel goederentreinen door Nederland. Waaronder ook heel veel goederentreinen waar ketelwagons in zitten. In ketelwagons kunnen gevaarlijke stoffen zitten en die kunnen gaan lekken. De status van de sporen is dat ze allemaal in dienst zijn. Ja, dat zijn gevaarlijke stoffen. Die zijn of schadelijk voor het milieu, of die zijn brandbaar, of die zijn misschien zelfs giftig. Dus het is nooit hetzelfde. Ja, daar kan ik heel veel voldoening uit halen. Als incidentenbestrijding probeer ik er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de overlast gering blijft. Als officier van dienst rail zorg ik voor een veilige werkplek in het spoor. En dat doe ik door afspraken te maken met de treinverkeersleiding. Voor alle overheidshulpdiensten, maar ook zeker voor onze eigen incidentbestrijding. Ik heb me eigen gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. Ik geef advies hoe ze de lekkage het beste kunnen verhelpen. Tijdens een incident merk je gewoon dat je echt een hecht team bent. En ik durf beide handen in het vuur te steken dat ik op al mijn collega's kan bouwen. En zij op mij. Ik ben gewoon het type, we komen ergens te plaatsen, stront aan de knikken, we gaan rammen. We kunnen allemaal een dolletje met elkaar maken. En het moment zeg maar, dat het is menens, ja, dan merk je eigenlijk dat iedereen gelijk... Ja, op zo'n moment ben je blij dat je weet wat jij je collega's hebt. En als je het dan met elkaar goed kan oplossen, ja, dan geef je wel een kick.